En dan komt nu in de ring Noordpolder Spirit. Catalogus nummer 112, Engs van stokmaat 1,20 meter. Vader van Engs is Poorzeekse Hilveren. Moeder Shorebrooks Holy Keurmerry. En de Hengst is gefokt door Wieringa uit Gasselten. Eigenaar gebroeders Sloof uit Holten. En Ronald Vrolijke, G. Vrolijke uit Lemelenveld. Rubriek vierjarige sectie A hengsten. Het interessante van de vierjarige hengsten is, hoe hebben ze het gedaan? In feite houden ze de jury een spiegel voor van, je hebt ons wel een kans gegeven. En hoe is het gegaan? Noordpolders Spirit, die als tweede binnenkwam, die mag nu op kop lopen. Opgesteld voor de jury een heel rijk model. Maar hij had zich dit jaar wat meer kunnen ontwikkelen. Heeft zich goed laten zien in beweging en met name de draf was zeer goed. Die optelsom maakt waarom deze hengst op de eerste plek mag. Dankjewel Ben. Nou, dat was een lastige keuze die jij gemaakt hebt samen met je collega's Dick Valk en Fred Venhuizen. 112 en 111 verwachten we zo dadelijk ook weer terug in de kampioensring. En dan gaan we starten met de ereronde. Voorop 112 Noordpolder Spirit van eigenaren Sloof en Vrolijke uit Lemelenveld. Paaskams Rijpskerk van de Jong Ophemert. Oldenzeils Ambassador van de Jonge uit Groningen. En Beukenhof Jason van Wolters Nieuwbuinen. Wat een kwaliteit in de ring, dames en heren. Prachtig om te zien. Dit zijn onze jonge hengsten, 4 jaar oud. En als we de kwaliteit van onze fokkerij vast willen houden, maak dan ook veel gebruik in de dekkerij van deze hengsten. Maak de generatiekloof kleiner en zorg dat we die kwaliteit nog verder verankeren. 112 Noordpolder Spirit. Sectie A hengsten van deze kwaliteit. Probeer maar eens op een hengstenkeuring te komen waar dit gepresenteerd wordt. Op de eerste plaats dank eigenaren voor de geweldige kwaliteit die jullie op stal hebben. Jullie verdienen eigenlijk een staande ovatie van de hele tribune. Wat u hier ziet is de keur aan hengsten sectie A in Nederland. De kampioen loopt in het midden. Omringd door zijn soortgenoten en zijn uiteindelijke
rivalen